Waar er sprake is van community spreading, moet afgesloten worden. Dit zei Ruben Del Prado, publieke gezondheidszorgspecialist, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij geeft dit als advies aan de regering met betrekking tot de recente COVID-19-uitbraak. Del Prado vindt dat de brand geblust moest worden waar het is ontstaan. In de gebieden waar de recente COVID-19-gevallen zijn geregistreerd, moeten daarom strenge maatregelen getroffen worden. Hierdoor zullen mensen die niet in het gebied wonen beschermd worden, aldus de gezondheidsspecialist. Dus mijn advies is, het is mijn advies, en het is niet het advies dat overgenomen dient te worden. Waar je weet dat er transmissie is, sluit het af. Ga daar je strenge maatregelen nemen. Doe daar je totale lockdown als het moet. Sluit daar de mensen op in hun huis als het moet. Oké? De andere mensen die niet in het gebied wonen, zijn niet veilig. Maar die brand is daar. Als je ergens niet aan huis brandt, wil niet zeggen dat je thuis met lucifers kan gaan spelen. Je moet zelf ook proberen dat er geen brand in jouw huis komt. En dat betekent, Marciano, simpelweg, ik neem altijd mijn zeep mee. Ja, precies. Volgens mij, Priscilla, ben ik hier de zesde keer, right? Ik ben de vorige keer, heeft ze gezegd, je bent alweer hier. Elke keer neem ik mijn zeep mee. Zo'n eenvoudig ding als water en zeep om je handen te wassen. Het virus gaat niet door je handen naar binnen, maar het virus komt op je handen. Ik raak die tafel dus ook niet aan. Hè? Het is schoongemaakt. Ik heb het speciaal gevraagd. Ik zit met mijn ellebogen op die tafel. Maar als er virus op mijn handen komt en ik zo mijn mond en mijn neus en mijn ogen aanraken, dan kan het virus door mijn slijmvliezen naar binnen. Dus die eenvoudige dingen. Sinds gisteren staan we op code rood wat COVID-19 betreft. Del Prado legt uit wat we moeten verstaan onder code rood. Verder zegt hij dat we vooral in deze periode gezonder moeten gaan leven. Maar nu hebben we mensen die positief zijn en we weten niet wie die contacten zijn en we weten niet wie ze mogelijk besmet hebben. Dus het kan een heel netwerk zijn van verschillende mensen, door het hele land mogelijk, die misschien niet eens nog ziekteverschijnselen hebben, want je hoeft niet altijd ziekteverschijnselen te hebben. Die rondlopen met het virus en andere mensen kunnen besmetten. Ik maak me vooral zorgen, iedereen moet zich vooral zorgen maken over onze senioren burgers. Wat we nu moeten doen is wakker worden en gezond gaan leven weer. Niet overdraagbare ziekten zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, al die dingen kunnen jou doodmaken als je COVID-19 krijgt. Dus dit is niet alleen maar een handenwasding en mond-neusbedekking ding en afstand houden. Als jij COVID-19 krijgt en een heleboel mensen gaan het krijgen. Nog krijgen, jij en ik mogelijk. Wij moeten ervoor zorgen dat als we het krijgen, dat we niet ziek worden en dat we niet doodgaan. Ruben Del Prado, gezondheidszorgspecialist. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.